Hi everyone and welcome to our video series on preparing for Dutch integration exam at level A2. In this video you will find short writing tasks. You will see different kind of assignments such as writing a short letter or filling out a form. This makes it a great exercise for improving your writing skills and building confidence for the integration exam. There are 10 assignments. Each assignment will be read out loud. After that, you can pause the video and make the assignment. An example of a possible answer will be given after each task. So get your pen and paper ready, because we are about to dive into these writing assignments. Good luck! 1. Uw vriendin Tamara wil op zondag met u afspreken. U heeft maandag een toets en wilt op zondag voor de toets voorbereiden. Schrijf een e-mail aan Tamara dat u op zondag niet kunt afspreken. Vertel haar de reden en stel een andere dag voor. Voorbeeld antwoord 1. Beste Tamara, ik kan niet op zondag afspreken. Ik heb maandag een toets en wil zondag voor mijn toets leren. Kunnen wij op een andere dag afspreken? Wat denk jij van dinsdag of woensdag? Laat mij weten. Groetjes, Suzanne. Opdracht 2: Jij bent ziek en kan niet naar het werk gaan. Schrijf een e-mail aan je baas en leg uit waarom je niet kunt komen werken. Geef aan hoe lang je verwacht ziek te zijn. Voorbeeld antwoord 2. Beste Jan, ik ben helaas ziek geworden en kan vandaag niet naar het werk komen. Ik hoop er overmorgen weer te kunnen zijn. Bedankt voor je begrip. Groetjes, Sarah. Opdracht 3 Het Verzorgingstehuis De Zorg zoekt vrijwilligers. U bent geïnteresseerd en wilt zich hiervoor aanmelden. U moet een formulier invullen. Sommige gegevens moet u zelf bedenken. Vul het formulier in. Voorbeeld antwoord 3: Voornaam Martina, Achternaam Jansen, Straat en huisnummer Kerkstraat 4 Postcode en woonplaats 34 52 DL Amsterdam Telefoonnummer 020 783 45 67 E-mailadres martina@hotmail.nl Geboortedatum 18 mei 1987 Geboorteplaats Den Haag. Hoe vaak bent u beschikbaar? Twee dagen per week. Voorkeurstijd Middag. Wat lijkt u leuk om te doen als vrijwilliger? Ondersteunen bij activiteiten. Heeft u ervaring in omgaan met ouderen? Ja. Waarom wilt u als vrijwilliger werken? Ik wil graag ouderen helpen. Wanneer kunt u beginnen? Zo snel mogelijk. Opdracht 4 U heeft zometeen rijles en moet weg. Straks komt uw partner thuis. Hij of zij moet een paar dingen doen. Kijk naar de plaatjes. Schrijf een briefje voor uw partner. Vertel wat hij of zij moet doen. Schrijf drie dingen op. Schrijf in hele zinnen. Voorbeeld, antwoord 4 Hoi Thijs, ik heb zo'n rijles. Wil jij een paar dingen doen wanneer je thuis bent? De plantjes water geven? De was in de wasmachine doen? Het eten opwarmen? Dankjewel. Tot straks, Ria. Opdracht 5 Je bent je bibliotheekpasje kwijt. Je gaat naar de bibliotheek om een nieuwe pas aan te vragen. Vul het onderstaand formulier in. Sommige gegevens moet je zelf bedenken. Voorbeeld Antwoord 5: Bibliotheek pas kwijt of gestolen? Vul het formulier volledig in. Voorletter: R. Achternaam: Zijlstra. Geboortedatum. 6 oktober 1991. Straat- en huisnummer. Akkerweg 19. Postcode en woonplaats. 8594 os Oldenzaal. E-mailadres. Zijlstra.gmail.com Datum van verlies 15 februari 2024. Waarom wil je een nieuwe pas aanvragen? Ik ben mijn bibliotheekpas kwijt. Waar wil je je bibliotheekpas ophalen? Per post. Opdracht 6 U krijgt elke week een wijkkrant. Iedereen uit de buurt mag iets voor deze krant schrijven. U schrijft over een nieuwe supermarkt in uw dorp. De supermarkt verkoopt veel dingen. De klanten kunnen ook gratis koffie drinken. Vertel waarom u blij bent met deze supermarkt en wat u koopt. Voorbeeld, antwoord 6. Hallo allemaal. Ik schrijf over een nieuwe supermarkt in mijn dorp. Ik ben er erg blij mee, omdat deze supermarkt veel dingen verkoopt. De klanten kunnen ook gratis koffie drinken. Dat vind ik heel fijn. Ik koop er vaak vers brood en kaas. Herman Huisman. Opdracht 7. U heeft een verjaardagscadootje gekregen van uw vriendin Renate. U wilt haar bedanken voor het cadeautje. Schrijf een kort briefje waarin u haar vertelt dat u het cadeautje leuk vindt. Vraag haar ook of zij binnenkort met u kan afspreken om een kopje koffie te drinken in de stad. Voorbeeld, antwoord 7. Hoi Renate, ik wil je bedanken voor het mooie verjaardagscadeautje. Ik vind het echt heel leuk. Heb jij binnenkort tijd om samen een kopje koffie te drinken in de stad? Laat me weten wanneer je kan. Groetjes, Mila. Opdracht 8. U wilt zich aanmelden voor een nijcursus. U kunt al een beetje kleding repareren, maar wilt leren naaien om kleding te maken? U heeft een eigen naaimachine. Aangezien u overdag werkt, kunt u alleen smiddags deelnemen. U wilt weten of u aan het einde van de cursus een certificaat ontvangt. De kosten betaalt u in één keer. Voorbeeld, antwoord 8. Voornaam, Inge. Achternaam, De Jong. Adres, Groene Straat 70. Postcode en woonplaats, 9834 TU Delft. Geboortedatum, 9 augustus 1994. E-mailadres Inge-De Jong at hotmail.nl Telefoonnummer 050 69 89 87 5 Ik heb een eigen naaimachine. Ja. Wanneer wilt u deze cursus volgen? Smiddags. Wat wilt u het liefst leren maken? Kledingstukken. Waarom wilt u meedoen aan deze cursus? Ik wil leren naaien om kleding te maken. Wat is uw ervaring met naaien? Ik kan al kleding repareren. Ik wil het cursusgeld betalen in één keer. Heeft u nog andere vragen voor ons? Krijg ik aan het einde van de cursus een certificaat? Opdracht 9. U krijgt elke week een wijkkrant. Iedereen uit de buurt mag iets voor deze krant schrijven. U schrijft over uw nieuwe hobby. Schrijf minimaal drie zinnen op. Vertel wat uw nieuwe hobby is. En waarom u deze hobby leuk vindt. Vertel hoe vaak u dit doet. Voorbeeld antwoord 9. Hallo allemaal. Ik schrijf over mijn nieuwe hobby. Mijn nieuwe hobby is schilderen. Ik schilder mensen en landschappen. Ik vind schilderen leuk omdat het mij rust geeft. Ik schilder elke week. Jan Kelder. Opdracht 10. U heeft vorige week een nieuwe mobiele telefoon besteld. Helaas gaat de telefoon niet meer aan. U schrijft een e-mail aan de klantenservice. Vertel wanneer u de telefoon heeft besteld en wat het probleem is. Vraag of zij de telefoon kunnen repareren of vervangen. Voorbeeld, antwoord 10. Beste klantenservice, vorige week heb ik een mobiele telefoon besteld, maar de telefoon gaat niet meer aan. Kunt u deze telefoon repareren of vervangen? Ik hoor graag van u. Groet. vim Great. We hope that this video has helped you to prepare for your integration exam at level A2. Please remember to hit the like button and subscribe to the channel. If you're looking for more practice material for the A2 integration exam, check out this video. Thank you for watching and tot de volgende keer.